Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. In deze video ga ik €250 investeren in een nieuw aandeel. Nou denk je misschien, ga je nou alweer €250 investeren? Dat klopt, want vorige week heb ik al een video in deze serie gemaakt. Alleen dat is iets anders afgelopen eigenlijk zoals ik het had voorgesteld, zoals ik het had gehoopt. Want vorige week besprak ik het aandeel The Trade Desk, ticker symbol TTD. Dat was hier ongeveer rond de 21ste juni dat ik daar een video over maakte. En ik gaf toen ook al aan van, het is een aandeel dat ik interessant vind. Er is net een aandelensplitsing geweest, die is bij deze S te zien op dat moment. Daarop ging de koers omhoog. En eigenlijk sinds het moment dat hij aan is gekondigd op dit moment, was de aandelenkoers al best al wat gestegen. Ik geloof zo'n 20% ongeveer. En ik zei toen ook al van, dit hebben we vaker gezien. Aandelensplitsingen bij Tesla, aandelensplitsingen bij Apple. Die worden vaak, in het begin als ze worden aangekondigd gaat het omhoog. Naar de hand zal het vaak afnemen. Dan gaat de koers juist omlaag. Dus ik had ook verwacht dat dat zou gebeuren. En ik zou het ergens hier rond de $56 of $58 had ik het aandeel willen oppakken. Nou, zoals gezegd, op dit moment daar ging de video online. En dan kijken we iets verder naar rechts wat er de afgelopen week is gebeurd. In plaats van dat het naar beneden ging, zoals ik het hier een beetje had verwacht, is het dus juist best wel hard omhoog gegaan. Want kijken we naar het moment waarop ik de video online zette, dat was op dit moment. En naar het moment nu dat ik deze video opneem, dat is dinsdagavond, zeg maar 8 dagen later, staan we 30% in de plus. Dus in plaats van dat we waren gedaald, is het dus best wel hard omhoog gegaan. Dat had eigenlijk alles te maken, aan de ene kant hier wel een beetje nieuws, gewoon dat het goed ging met het bedrijf. Maar deze grote piek, en ik geloof dat dat zelfs 13% was op een dag, of 14%, 16% zelfs zien we hier bovenaan in het scherm. Dat is een dag dat Google had aangekondigd dat ze waren van plan de third-party cookies, waar ik het toen ook al over had, uit te faseren. Maar dat plan hebben ze eigenlijk op de lange baan geschoven, dat hebben ze uitgesteld. En dat is dus juist goed voor bedrijven zoals de Trade Desk, die kunnen doorgaan op de manier waarop ze nu werken, weten hoe het nu gaat. Dat werd heel goed ontvangen, want alles hangt af van cookies bij dit soort bedrijven, om de juiste advertenties te tonen. Dus heel veel bedrijven, waaronder de Trade Desk, gingen daar best wel positief op. En zeker 16% op een dag is wel heel erg positief, moet ik zeggen. Dus dat is allemaal iets anders gelopen dan dat ik van tevoren had gedacht toen ik die video dus opnam. Dus die kans van de Trade Desk, die heb ik gemist. Hopelijk heb jij hem wel kunnen benutten. Heb je snel je onderzoek kunnen doen. Heb je mogelijk het aandeel kunnen kopen. Heb je nu een heel mooi rendement gehaald in een week tijd. Zoals gezegd, ik had wel een verwachting dat het aandeel ging stijgen. Niet zoveel. Dat betekent trouwens ook dat mocht ik het wel gekocht hadden op dat moment, dan zou ik nu wel gaan nadenken over wat ga ik met dit aandeel doen. Ik had een koersdoel wat zo'n 20% hoger lag. Nu zijn we 30% hoger in een week tijd. Dus ik denk wel dat ik op dit moment of een gedeelte had verkocht en daar winst op had genomen, of misschien zelfs wel de hele positie had gesloten, omdat het juist zoveel rendement in zo'n korte tijd, daar moet je vaak iets mee doen en je kunt niet verwachten dat het op de lange termijn zo doorgaat. Want eigenlijk, zoals gezegd, het koersdoel voor dit aandeel lag zo'n 20% hoger. En dat is dan een koersdoel voor de 12 maanden die nog zouden komen. Nou, inmiddels hebben we nog 11 maanden en 3/4 maand te gaan. En eigenlijk hebben we al het koersdoel overtroffen. Dus dat is zeker een moment om in ieder geval na te denken wat je dan op dit moment zou gaan doen mocht je het aandeel hebben. Betekent wel dat ik deze boodschap heb gemist. Dus ik ga op zoek naar een ander aandeel. Dat aandeel heb ik trouwens ook al gevonden. En dat aandeel is geworden Citigroup met ticker symbol C. Waar het vorige aandeel eigenlijk een techbedrijf was met wat meer risico, heb ik ook altijd zitten kijken naar bedrijven met wat minder risico, gevestigde namen, grote bedrijven en het liefst een beetje een lage PE ratio, in ieder geval misschien wel onder het gemiddelde, dat het juist wel aangeeft dat het een kans kan hebben. Nou, dat denk ik dus wel gevonden te hebben met het bedrijf Citigroup. En Citigroup is dus een Amerikaanse bank. Het is denk ik al een bekende naam. Als je het logo ziet, zal het voor heel veel mensen misschien wel bekend voorkomen, al is het maar dat je het ergens in films voorbij ziet komen. Want de grote banken, ze hebben vaak de grote panden in steden, dus een heel erg bekende naam, groot bedrijf. En ik ben al langer wel een beetje aan het kijken naar bankaandelen. Nou zijn bankaandelen of de bank op zich niet zo heel interessant, omdat het verdienmodel is gewoon aan het veranderen. De omzet is al langere tijd dat die een beetje stil ligt. En ze zijn natuurlijk de laatste tijd sinds corona best wel hard afgestraft.
Nou, dit jaar zien we juist een heel erg sterk herstel bij die bankaandelen. ING bijvoorbeeld is dit jaar al bijna 50% gestegen. Zelfs een bank als ABN laat een groei van 30% zien dit jaar. En dan hebben we eigenlijk dus over 6 maanden. En die percentages die zijn niet alleen hier bij Nederlandse banken. Die zijn ook van toepassing op Amerikaanse banken. Dus je kan ook misschien denken van ja, als het al 50% gestegen is, heb ik de boot in dit geval gemist zoals bij ING. Nou, Citigroup, zoals gezegd, die heeft dus een PE ratio op dit moment van onder de 10. 9,8 om precies te zijn. Dus dat is iets onder het gemiddelde van de bankaandelen. En de bezittingen op dit moment zijn meer waard dan de beurswaarde. Dat dus geeft dus aan dat eigenlijk misschien de beurswaarde te laag wordt ingeschat. Of misschien heeft het juist wel een reden dat het lager is. Maar in ieder geval, de bezittingen van het bedrijf zijn meer waard dan de waarde van het bedrijf op de beurs. En het aandeel heeft ook niet zo geprofiteerd van het herstel zoals andere bankaandelen dat wel hebben gedaan. Nou, dan ga je misschien afvragen van wat is er dan aan de hand met dit bedrijf? Want het bedrijf is dus best wel interessant geprijsd. We hebben een laag PE-ratio. De waarden van de activa zijn hoger dan dat de beurswaarde van het bedrijf is. Dus er moet wel iets aan de hand zijn. Is er iets aan de hand? Ja, op zich is er ook wel iets aan de hand, maar ik denk niet dat het zo erg is. Wat er aan de hand is, dat er een paar weken geleden de CFO van het bedrijf een paar uitspraken heeft gedaan. Ten eerste zei hij bijvoorbeeld dat in het komende kwartaal de omzet zou tegenvallen van de trading activities. Dus daar moesten we rekening houden met een 30% afname. Ook zei hij trouwens dat de kosten juist hoger zouden uitvallen dat kwartaal. En ook dat we te maken moeten hebben, of in ieder geval een verwachting hebben, dat de omzet vanuit retail ook met 15% zou tegenvallen. En dat nieuws werd natuurlijk al vrij snel meteen in de prijs verwerkt. En we zien de koers dan ook de laatste weken wel een stuk dalen van ongeveer 80 naar zelfs onder de 70. Dus dat is een reden geweest dat de laatste week het aandeel niet zo goed heeft gepresteerd. Maar waarom heb ik dan toch voor Citigroup gekozen? Want er moet natuurlijk wel een reden zijn dat ondanks dit nieuws ik toch voor dit aandeel kies. Nou, zoals gezegd, de PE ratio en de waarde van de activa zijn natuurlijk wel iets waar ik rekening mee hou dat het mijn interesse heeft gewekt. Want zoals gezegd, ik denk zelf af en toe ook wel juist om in dit soort type bedrijven te investeren die misschien van de gemiddelde PE ratio in ieder geval lager dan het gemiddelde ligt. Wat in ieder geval vaak aangeeft dat het misschien wel een goede value investing opportunity is. Een mogelijkheid is om waarde te beleggen. Zeker voor de lange termijn als je dit aandeel aan wilt houden. Maar daar let ik natuurlijk niet alleen op. Ik kijk naar meer dingen. Nou, we zien ook dat het bedrijf gewoon bezig is met een nieuwe strategie die ze hebben bedacht. Die willen ze gaan implementeren. Ze willen zich ook meer richten op de investeerders, op de aandeelhouders van het bedrijf. Ze willen bijvoorbeeld onderdelen die niet genoeg opleveren. Of misschien zelfs wel geld kosten. Of nieuwe dingen die ze van plan waren, maar waarvan het risico heel erg groot is, dat het heel veel onzekerheid geeft. Daar willen ze mee ophouden, of in ieder geval minder doen, wat dus eigenlijk meer zekerheid geeft voor die aandeelhouders. Maar denk ook aan het opkopen van eigen aandelen. Dat is natuurlijk zeker als het bedrijf op deze manier gewaardeerd is, voor het bedrijf zelf ook heel interessant om het geld niet op een andere manier te investeren, maar juist in het eigen bedrijf te investeren door aandelen op te kopen. Nou, dat is als aandeelhouder heel erg interessant, zeker bij dit soort bedrijven die dividend uitkeren, dat de winst die ze maken uiteindelijk over minder aandelen verdeeld hoeft te worden. Dus daar ga je als aandeelhouder ook op vooruit. Dus dat zijn punten die ik ook meeneem. En we zagen de afgelopen dagen dat Amerikaanse banken de stresstest hebben doorstaan. Ze waren allemaal goedgekeurd. Dus dat wil zeggen dat eigenlijk een bank ook meer vrijheden kreeg. Natuurlijk de Federal Reserve, die had wat beperkingen opgelegd, juist vanwege deze coronacrisis, om juist te zorgen dat deze banken misschien geen dividend gingen uitkeren, grotere reserves gingen aanhouden om juist de positie van banken, de financiële positie te verbeteren. Nou, die banken zijn allemaal geslaagd, dus die aangezien we ook wel een beetje richting het einde van de coronacrisis gaan, worden die regels wat minder streng en dat geeft meer vrijheid aan dit soort banken, aan dit soort aandelen. Kan dus betekenen dat juist banken meer dividend gaan uitkeren, zoals ik zei. Meer aandelen gaan opkopen, wat goed is voor aandeelhouders. Maar ze hebben natuurlijk ook heel veel reserves opgebouwd, zoals ik zei. En dat geld hebben ze nu niet per se meer nodig. Nou, dat kunnen ze gaan investeren in het bedrijf. Ze zullen dat niet al dat geld gaan investeren, dus ook dat. Waarschijnlijk zal daar een gedeelte van richting de aandeelhouders gaan. Eventueel meer aandelen opgekocht worden. Eventueel een hoger dividend bijvoorbeeld. Dus dat zijn verschillende manieren waarop we daarvan kunnen profiteren in de komende tijd. En we zagen dat de CFO dus aangaf dat die de verwachtingen wat minder goed waren. Dat we dat we moesten rekening houden met wat lagere verwachtingen. Of in ieder geval lagere omzet in verschillende sectoren. Maar ik denk wel op de komende tijd, de komende maanden, dat daar verbetering in gaat zitten. Zeker wanneer de economie weer open gaat, zullen meer mensen weer
meer betalingen doen, gaan pinnen of andere dingen waar juist een bank profijt van heeft. En sowieso het tweede kwartaal voor heel veel banken is gewoon een minder kwartaal. Zeker, ja, alleen vorig jaar was het toevallig een stuk beter omdat mensen thuis kwamen zitten. En bijvoorbeeld heel veel banken toen op dat moment heel veel geld hebben verdiend met mensen zoals jij en ik die aandelen gingen kopen. Dus daar hebben ze juist heel veel op verdiend. En als dat nu wat minder is of weer teruggaat naar het normaal, natuurlijk dat we daar dan een flinke daling zien. Dus dat zijn dingen wat we wel kunnen merken van we gaan terug naar het oude. En in het oude model, ja, verdienen de banken gewoon heel erg veel geld. Dus laten we dan hopen in ieder geval dat we binnenkort weer terug naar die oude situatie gaan. Want dat is ook goed voor aandeelhouders. En tenslotte hebben we dan nog de rente. Want de rente is een heel erg belangrijk verdienmodel vaak voor banken. Denk aan hypotheken, aan leningen en dat soort dingen. Dus ja, we zien dat de Fed al aangeeft van voorlopig blijft wel even laag. Maar we verwachten wel dat die over 1,5-2 jaar langzaam omhoog gaat. Dat we de rente gaan verhogen. Nou, dat is dus beter voor banken. Ik denk ook dat de kans dat de rente uiteindelijk verhoogd zal worden hoger is dan dat die verlaagd zal worden. Want we zitten nu wel echt heel erg laag. Dus ook dat geeft eigenlijk veel meer positieve signalen dan negatieve signalen wat betreft rente voor een bank. Zeker op de lange termijn. Dus dat soort dingen heb ik dus meegenomen. En ja, een van de redenen of verschillende redenen waarom ik dit aandeel nu interessant vind. Laten we ook even gaan kijken naar wat koersverwachtingen voor dit aandeel. En kijken we dan ten eerste naar Seeking Alpha. Dan zien we dat daar 24 analisten een verwachting hebben van gemiddeld $85 per aandeel. Oftewel zo'n 20% upside. En bij TipRanks zien we een upside van maar liefst 26%. Want daar verwachten 14 analisten. Die hebben daar een gemiddelde van $89. Dus zeg een beetje $85 dat dat een goed koersdoel is om in de gaten te houden. Haalt hij dat binnen 12 maanden? Dan gaan we dus kijken wat we moeten gaan doen. Eventueel gedeeltelijk verkopen of heroverwegen of in ieder geval opnieuw berekeningen doen. Mocht hij dat punt aantikken. Maar laten we nu dan even overgaan naar de Giro om het aandeel te kopen. De Giro is dus de broker waar ik gebruik van maak voor mijn beleggingen. Wil je trouwens een account openen? Wil je beginnen met beleggen? Maak dan gebruik van de link naar de Giro om gratis een account te openen. En de link daarvan heb ik onder deze video staan. En als we dan zijn ingelogd en ik zit in de portefeuille dan de Giro, dan zie je dat ik nog steeds die €250 die ik vorige week heb gestort, die is er nog. €263 is het zelfs. We zien dat eigenlijk alle aandelen die de laatste tijd hebben gekocht nog steeds in de plus staan. Merck & Co. net iets minder dan 1%. We zien Corsair die ik vorige maand heb gekocht 5%. Microsoft doet het erg goed met 16%. Maar ook de wereldwijde index met 11% doet het goed. En Semiconductors is weer iets verbeterd. 13,5%. Maar wij gaan nu dus het nieuwe aandeel toevoegen. En dat is Citigroup. Dus ticker symbol C. Waar kunnen we hierboven zoeken? We hebben wel heel veel C's. We zien hem hier trouwens al wel staan. Maar wil je iets meer zekerheid, kun je natuurlijk ook gewoon Citigroup typen. En dan gaan wij hem kopen aan de New York Stock Exchange in dollars. Dat is de thuisbeurs voor het aandeel en vind ik altijd het meest interessante. Dus laten we die even openklikken. We zien dat vandaag het aandeel iets in de min staat. Eigenlijk alleen maar positief. Want het betekent dat wij het aandeel goedkoper kunnen kopen. Ik ga niet zoals vorige maand denken van oh, het gaat misschien nog wel verder dalen. Ik wacht het even af. Nee, ik denk dat het nog steeds een goed aandeel is op de lange termijn. Zeker met een koersdoel van ongeveer $85 hebben we gewoon 20% upside. En dan maakt die paar cent eigenlijk niet zo heel veel uit. Dus we hebben $70. We hebben voor het aandeel, we hebben €263 zelfs hebben we in het account staan. Dus we gaan kijken hoeveel aandelen we kunnen kopen. Even snel gerekend zijn dat er ongeveer 4 of 5, denk ik. Ja, ik denk, ligt een beetje aan de koers. Dan doe ik het hier verkeerd. Een beetje aan de koers van, ik denk, 4 stuks. Daar gaan we het net mee halen. En met 5 stuks gaan we het helaas niet halen. Gelukkig dat de dollarkoers een beetje positief staat. Dus we zien wel, we zijn €236. Dit zijn trouwens euro's die we hier zien staan. Dus we kunnen op dit moment 4 aandelen kopen tegen een koers van maximaal $70 en $33. Dus laten we deze order plaatsen. Dan zien we dat het een dagorder is. Dus alleen vandaag is die geldig. Er komen 51 cent aan kosten bij. En hier komen trouwens ook nog valutakosten bij. Maar die zien we hier niet in staan. Zeggen we even op koop. En vervolgens zien we trouwens dat hij al meteen is uitgevoerd. Dus ik wil even geen rating geven. Gaan we naar het portfolio. Dan zien we hem hier bovenin al staan. Hij staat vandaag een klein beetje in de min. Ik sta zelfs al een beetje in de plus. Ik ben benieuwd hoe dat is gegaan. Ik denk dat we vooral hierop moeten richten.
In ieder geval, het aandeel is voor deze maand toegevoegd. En nu heb ik in deze video niet een heel uitgebreid onderzoek gedaan naar het aandeel. Dat heb ik gedaan voordat ik eigenlijk deze video voor een bereider was. Toen heb ik gekeken naar kwartaalcijfers, naar omzet, naar winsten, naar het laatste nieuws. Dus heb je interesse in het aandeel vanwege deze video of misschien om andere redenen? Ga dan ook vooral zelf je onderzoek doen. Ga zelf die cijfers bekijken. Kijk de laatste kwartaalcijfers. Kijk naar concurrenten. En ga dan kijken of het een interessante investering voor jou kan zijn. Maar daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien waarbij je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.